Maar dat zal aan mijn beperkte vaardigheden liggen. Dat is daar, dat is duidelijk. Er zijn nog meer die je beperkt is. Goed. Oké. We gaan van zwart naar wit. De nuance zit in het midden. Dat, ja, dat is dan wel weer mooi. Leg het eens uit dan op. Ik denk dat de journalist van nu, zoals ik mezelf zie, toch een aantal vaardigheden heeft. Met name dat ja, zaken kritisch volgen. Ja, waarvan ik wel vind dat het uniek is voor een journalist. Oké. En eigenlijk zeg je, dat mag gewoon niet gejat en gekopieerd worden door een journalist. Want daarom ben ik uniek en daarom word ik ook gejat. Ja, dat is in feite. Oké, okay, nee, goed. Ja, helder. Zet je er tussenin? Ja, ik denk... Jij wil wel delen met andere kritiekoppen. Ja, ik wil graag. Maar ik denk dat de BWGK zo'n uitstekende researcher zou kunnen zijn samen met de journalist. Dus ik zie meer die samenwerking. Ik zie, maar ik weet niet of dat een vooroordeel is, de BWGK is als een wat meer introverte beroepsgroep. Maar ik weet wel, ik zeg net, dit is een vooroordeel. Dat mag ook weggenomen worden vanavond. Maar ik denk dat die combinatie heel goed kan werken, waarbij de BWGK is echt diep gaat zoeken en de journalist de telefoon gaat plegen en gaat praten. Oké, dus bibliothecaren zijn de nerd en jullie gaan communiceren en bellen. Ik ga meteen even checken bij de beroepsgroep in Christen. Zijn jullie introvert? Ja, we hebben tukkels. Ik heb het van waarheid. Ja, ik denk dat journalisten extraverter zijn dan bibliothecaren. Absoluut. Maar wat je ziet is dat bibliothecarissen heel erg bezig zijn met hoe help ik iemand verder met informatie. Dat kan een concrete vraag zijn, maar dat kan ook zijn, hey, hoe ga je om met die informatie? En als je ziet dat de wereld om je heen steeds meer draait om informatie en hoe je daarmee omgaan, dan denk ik dat je steeds meer mediacoach wordt.